De sporthal in Meidrecht was afgelopen zaterdag eventjes een ware bokstempel. Het was de 5e en tevens laatste editie van The Evolution of Boxing. Een boksgala georganiseerd door de Vinkerveense broertjes Suppan. We hebben natuurlijk een heel mooi programma vanavond met mooie partijen. Veel Nederlandse kampioenen, jeugdwereldkampioenen op het programma. Met heel veel talent. En we hebben nog een mooie show te gaan. De finale van de avond was de wedstrijd van Steve Suppan. Zijn afscheidspartij. Hij stopt ermee. Ik ben heel erg druk met mijn onderneming. Ook komt er een kleine en ik merk dat ik op het niveau waar ik nu zit te weinig tijd heb om te trainen, om mee te doen met de grote jongens. En mijn laatste wedstrijd in Oekraïne merkte ik dat het niveauverschil met mijn trainingstijd te hoog is nu. Voor deze wedstrijd heeft Steve wel genoeg getraind. Zo'n laatste partij zorgt voor de nodige spanning. De ene minuut mijn hartslag op 180, andere minuut voel ik me rustig. Nu voel ik me rustig, altijd op dit moment lekker relaxen. Maar het enige wat er eigenlijk door me heen gaat is die partij mooi afsluiten en winnen. En hoewel Steve de publiekstrekker is, heeft Mitchell ook een belangrijke rol. Of eigenlijk een dubbelrol. Ik heb me maandenlang bezig gehouden met de organisatie en de voorbereiding van Steve, mijn broertje. Op het moment dat de grote pauze aanbreekt, dan kleed ik me om. En dan ben ik natuurlijk zijn trainer. Dan gaan we warm draaien, tactiek doornemen en dan gaan we knallen. Ik verwacht dat ik veel druk ga zetten. Ik ben hier gekomen om te laten zien wat ik kan. Ook al stopt hij ermee, het is niet dat hij niks meer doet en niks meer kan. Dus ik wil ze gewoon laten zien dat ik nu nog steeds fit ben en nog steeds volle 100% erin ga. Vooral met druk zetten. En dat Steve fit was, bleek wel. De laatste wedstrijd van de Evolution of Boxing werd door hem gewonnen.